CBN Prime Alert van maandag 12 oktober 2015. Uw aandacht voor de headlines. NH start nationale bewustwordingscampagne over verbruik stroom en water. Pa Kimme krijgt een kamerwoning. Trade Union Workshop van 12 tot en met 14 oktober. Veroorzaker dodelijke aanrijding Anton Drachtenweg aangehouden. Sociolobby Expo voor jarige president Boutersum. 8 verdachten aangehouden na mislukte beroving. UNICEF houdt presentatie over SDG. En man bekogelt buren en politie. Dat de prijzen van licht, water en benzine de lucht ingaan, dat weten we allemaal. De regering die heeft toch wel gemeend om met een nationale bewustwordingscampagne te beginnen. En wel onder de naam, wij moeten het samen doen, jouw verbruik bepaal je zelf. Op een persconferentie vandaag bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zijn de belangrijke actoren, daar heb ik het over de Surinaamse waterleidingmaatschappij, de SWM, de energiebedrijven Suriname EBS, als ook het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen ingegaan op het belang van deze bewustwordingscampagne. We voeren u achtereenvolgens naar de onderdirecteur van SWM, de heer Linger, gevolgd door Marcel Eindhoven van de EBS en minister Regilio Dotsen van Natuurlijke Hulpbronnen. Ik ben vandaag samen met mijn collega van EBS natuurlijk aanwezig om voor de launch, zoals het heet. Ik hoef niet lang te praten. Wat ik wel even toch wil meegeven is dat u goed doordrongen bent van het feit waarom, en dan zal de minister misschien wat meer op ingaan, waarom de tariefaanpassing noodzakelijk is en waarom die tariefaanpassing op termijn ook zal leiden tot het eigenlijk in jezelf, in je eigen middelen kunnen voorzien als SWM, zodat we dan ook die gemeenschap volledig die voorziening kunnen garanderen en die voorziening kunnen optimaliseren zoals het nodig is. En dan praat ik niet alleen maar over de gebieden die nu nog onder beheer van de SWM zijn, maar dan praat ik ook over de gebieden die in de toekomst overgenomen zullen worden, zodat op een bepaald moment in de toekomst die hele kustvlakte, zoals het beleid van de overheid is, dan van gezond en veilig drinkwater zal worden voorzien. En daarvoor is heel veel geld nodig. U heeft in het verleden wel eens bedragen gehoord, en dan praat ik over bedragen van in zijn totaliteit, toch al gewoon zo'n $260 miljoen geld dat nodig is om inderdaad die drinkwatervoorziening te optimaliseren en geld dat we ook gaan uitgeven om dat doel te kunnen realiseren. Daartoe is er een tariefaanpassing goedgekeurd. Die tariefaanpassing die zal gelden wat betreft de eerste fase tot en met medio april 2016. En dat is het begin om te komen tot die kostendekkende operaties. Het hoeft, en dat is denk ik voor u belangrijk, het hoeft niet per se te betekenen dat u automatisch zo'n enorme aanslag op uw portemonnee zal voelen. Het is heel belangrijk dat u beseft dat de wijze waarop u het waterverbruik uiteindelijk ook zal bepalen hoeveel u betaalt. U zult de komende tijd zal zeker de SWM zal via haar reguliere campagnes en ook extra campagnes duidelijk maken hoe u, ik wil niet zeggen zuinig, maar hoe u bewust om kunt gaan met drinkwater. U kunt op verschillende manieren natuurlijk ook daarmee omgaan. U kunt, en dat is belangrijk, kijkt u ook wat u daarvoor gebruikte, wat u tot op heden gebruikte, wat u tot op heden betaalde. En als u dan inderdaad in de nieuwe tariefenstructuur op dezelfde wijze kijkt naar de bedragen die er per tariefgroep, als u het huishouden bent, dan kijkt u daarnaar vastrecht oplopend tot het meerverbruik. Dat u dan kijkt van wat gebruikte ik daarvoor, wat gebruik ik nu, wat betaal ik ervoor en hoe kan ik daarop eventueel bezuinigen? En natuurlijk scoort u ook extra, want door te bezuinigen, door bijvoorbeeld, ik noem maar iets, de auto met de emmer te wassen in plaats van de slang, bent u natuurlijk ook milieubewust bezig. Dat is het belangrijke, dat is de boodschap die ik vandaag toch wil meegeven. Dat het voor een groot deel aan de verbruiker zelf ligt. En dat de verbruiker voor het tarief, het bedrag dat men zal betalen, dat men uiteindelijk natuurlijk ook een betere drinkwatervoorziening zal krijgen. Dat zal niet in één dag gebeuren. U moet niet verwachten dat we morgen al drukken zullen hebben op de eerste en de tweede verdieping.
We streven ernaar dat op termijn, overal waar men is, men op zijn minst op de eerste verdieping onder de douche kan staan. Niet dat u dan in een hotel op de zesde verdieping zonder hydrofoor onder de douche kan staan, maar in ieder geval op termijn streven we dat waar u ook bent, dat u zonder hydrofoor onder de douche kunt staan op de eerste verdieping. En daar werken we aan. En dat geeft, en dan neem ik een voorsprong naar mijn collega, dat geeft dan meteen ook een besparing op uw hydrofoor en dan ook een besparing op uw energiekosten. Dank u. Is het toch wel een bijzonder moment? Het is na pak een beetje 13 jaar dat de tarieven worden aangepast, gerationaliseerd. Al die tijd is het bedrijf op een hele irreële manier moeten surviven. Eigenlijk op een bedeltocht. En we moeten leven op goed vertrouwen met de regering. Deze aanpassingen die nu gaan plaatsvinden, die gaan het bedrijf in staat stellen om op zijn eigen benen te gaan staan en met andere partners, met andere banken te kunnen gaan dealen over de dingen die gedaan moeten worden om dus die energievoorziening verder uit te breiden. Want dat hebben we nodig. We zien dat het verbruik van de mensen van elke dag toeneemt. Het kan ook niet anders. Je hebt twee soorten toename erin. Je hebt de toename van het aantal klanten en je hebt de toename van de mensen die al energie gebruiken en die nog meer energie gaan gebruiken. Dit moment is heel bijzonder omdat we dan ook gebruik willen maken daarvan om in de verhouding met onze klanten toch wel tot iets anders te komen. IBS staat bekend, ja, we komen heel snel als er problemen zijn, we lossen ze direct op. Maar op een of andere manier is er toch wel een hele wantrouwen tussen de gemeenschap en de IBS. Wat we doen, hoe wij aan de tarieven komen. Dit traject hebben we gestart en we hebben het in alle openheid gestart. Het hele model hebben we met niet alleen de overheid gedeeld, maar ook met alle partners. Alleen maar om de mensen ervan te overtuigen dat we ervoor staan en met alle openheid te werken aan de verbetering van de energievoorziening. En die verbetering moet ertoe leiden dat enerzijds het bedrijf er beter van wordt en aan de andere zijde dat de gemeenschap voordeel aan gaat hebben, dat er minder problemen optreden. En dat men de energie op een hele verbeterde versie gaat krijgen. Die rationalisatie zeker is niet zaligmakend. Er moeten nog een aantal dingen gebeuren, maar die gaan we dan met de overheid regelen. Om het bedrijf verder te helpen, die kleine stappen die nog gedaan moeten worden. Wat wij wel gaan doen na deze campagne, die dus nu gestart gaat worden, is dat dit is de algemene campagne die gelanceerd gaat worden, waarbij aangegeven worden van oké, de prijzen gaan we aanpassen, rationaliseren. Maar in tweede fase werken we er naartoe om dus de verhouding, zoals ik al eerder zei, met de gemeenschap te gaan verbeteren. We willen hebben dat de mensen mogen komen kijken in onze keuken, dat ze goed vertrouwen hebben, dat wat we koken goed eten is. En aan de andere kant willen wij ook de mensen gaan helpen met hun energieverbruik. Wij zijn ervan overtuigd dat er ruimte in zit in datgene dat men energie verbruikt. Als je nu bekijkt naar, als we de wereld Suriname benchmarken, dan zien we dat wij een van de laagste energietarieven hebben, maar dat wij ook een van de hoogste groeipercentages hebben. En dat komt doordat die twee dingen zijn aan elkaar gekoppeld. Doordat de energie relatief heel goedkoop was, is de druk, is de gemeenschap heel weinig geweest om die energie op een rationele en goede manier te gaan gebruiken. Nu worden de mensen met de aanpassing van het tarief geconfronteerd en dat zou het lijken alsof de mensen dan ineens hele hoge tarieven moeten gaan betalen, hele hoge kosten krijgen. Wij denken dat er ruimte in zit dat de mensen hun verbruik gaan aanpassen, veranderen, zodat we elkaar halverwege tegenkomen. Aan de ene kant is het tarief toegenomen, maar we denken dat de mensen hun verbruik kunnen aanpassen, de manier van hoe ze huizen bouwen, de manier hoe ze de energie gebruiken, de apparatuur die ze gebruiken, zodat hun verbruik lager wordt. We zijn als land op een kruispunt gekomen, waarbij wij als regering de moed hebben genomen om voor zowel de energie als de watersector, nutsbedrijven zoals we die noemen,
om voor wat betreft de garantie voor nu en de toekomst een stukje zekerheid te bieden. Om ervoor te zorgen dat de bedrijven uit het systeem gaan van inefficiënties. Om ervoor te zorgen dat het kannibalisme dat al jaren voordoet binnen deze bedrijven, dat het wordt opgeheven. U heeft het gehoord. Vandaag beginnen we met de launch. En het gaat erom dat wij de bewustwording bij de klant willen gaan opvoeren en het gaan vertellen waar het eigenlijk om gaat. De bedrijven zullen zelf de campagnes voortzetten en u zult de komende periode alles horen van zuinig energie- en watergebruik. We gaan door ook met de berekeningen. Zowel de vakbeweging als het bedrijfsleven via hun vertegenwoordigers hebben onze rekenmodellen gekregen. En we hebben met ze afgesproken dat wij verder aan tafel gaan om de tarieven verder te bespreken. We hebben geen geheimen. We hebben het opengegeven, het is al aangehaald door de vertegenwoordigers. Wij willen transparantie, wij willen openheid, maar op basis van eerlijkheid. En wij gaan dus deze weg die we zijn ingeslagen verder gestalte geven in de komende periode. We willen de mensen vragen thuis om hun eigen rekeningen goed te volgen. Op basis van het nieuw rekenmodel. Dat ze aangeven, dus aan de hand van hun verbruik, hoeveel ze, dat ze nagaan hoeveel ze gaan betalen voor zowel elektriciteit als water. Als er vragen zijn, als er suggesties zijn, omdat we ook openstaan voor de gemeenschap voor wat betreft suggesties, dan horen we dat graag. Alle informatie hoe ze in contact kunnen treden met de nutsbedrijven, die hebben we meegenomen. Ook het ministerie van Handel en Industrie. U ziet, het is een team effort. We gaan als één geheel naar buiten en we gaan als één geheel duidelijk maken dat jouw verbruik jezelf bepaalt. En dat wij het samen moeten doen als land. Laten we alle negativiteit aan de kant zetten. Laten we samen hierachter gaan staan en ervoor zorgen dat wij met z'n allen onze eigen toekomst wat betreft energie en water veilig stellen. Dank u wel. Ik wil dan... Ja, ik dacht dat we een veilige toekomst moesten. Ja, met de klik. Wij moeten het samen doen. Jouw verbruik bepaalt jezelf. Tot nu toe heeft er geen uitgebreide subsidies voor elektriciteit en waterverbruik in stand gehouden. Zij heeft daarom besloten om enkele maatregelen te treffen voor het verhogen van de overheidsinkomsten en het afbouwen van de overheidssubsidies. 2015 is er een extra heffing op de brandstof van 40 cent. Per 15 oktober 2015 wordt de subsidie afgebouwd op de elektriciteit- en watertarieven en wordt de aanpassing verdeeld over 3 termijnen. Een eerste verhoging van 60% van de basisprijs per 15 oktober 2015. Een tweede verhoging van 20% van de basisprijs per 1 april 2016. Een derde verhoging van 20% van de basisprijs per 15 september 2016. Met het geheel aanpassen van de elektriciteit- en watertarieven wil de regering ervoor zorgen dat de prijzen die wij in Suriname betalen voor deze diensten leiden tot kwaliteitsverbetering en garantie van de voorziening op lang termijn. Let wel, een verhoogd percentage van de elektriciteit- en watertarieven betekent niet automatisch een verhoging van de winkelprijzen met hetzelfde percentage. Het ministerie van Handel en Industrie zal hierop het noodzakelijke toezicht houden. Voor informatie vragen en klachten, EMS telefoon 175, SUM telefoon 129, afdeling Consumentenzaken van het ministerie van HI, telefoon 402080, toestel 1218. Wij moeten het samen doen. Jouw verbruik bepaal jezelf.
De trouwe kijkers van 1 voor 12, die kent het verhaal via 1 voor 12 van de heer Ronaldo Gemert, oftewel Pakime. Pakime die woonde onder zeer, zeer slechte omstandigheden, totdat de buurtbewoners de oproep deed aan Stichting 1 voor 12 om wat voor hem te doen. En het wat is toch wel een heel groot geschenk geworden, want Kensenhuis projectontwikkelaar en bouw die heeft hierop ingespeeld en Pakime die heeft vanaf vandaag de sleutels gehad van zijn eenkamerwoning. Vandaag heeft op feestelijke wijze de opening van zijn huis plaats gehad, waarbij er ook verschillende speeches is geweest, maar wij van TBN Prime Alert vonden het toch wel belangrijk om met die grote man zelf te praten, Pakime. Pakime, u hebt nu een eenkamerwoning, toch wel heel veel dan wat u in het begin had. Wat zegt dit toch aan u? Nou, heel veel hoor. En ik dank God hiervoor, want als hij niet had ingegrepen, dan was ik er niet meer. Echt. Want de omstandigheden waarin ik leefde, eerlijkheidshalve, ik woon daar. Maar ik zag niet in dat ik in zo'n deplorabele toestand woon. Dus als zou je me zeggen, voor u was het normaal geworden? Niet normaal geworden. Ik erkende mezelf ook eigenlijk niet. Zo gedeeltelijk, maar ik erkende mezelf eigenlijk niet. Dus totdat men dat heeft ingezien en een vriend van mij, bijgenaamd Stico, heeft de zaak doorgespeeld aan 1 voor 12. Hoe heeft het zover kunnen komen, Pakime, dat u toch in die situatie belandde? Nou, ik zou het niet weten. Want wanneer dingen jou overkomt, dan heb je geen controle daarvoor. Maar dat je hulp hebt gehad, dat is zeer belangrijk. En met het geloof in de Schepper ben ik er vanaf gekomen. Want ik heb me laten vertellen dat als je nog 1 dag daar was gebleven, was je zalig. Want u, de situatie waaronder u woonde, dat was niet alleen deplorabel, maar u was ook erg ziek, begrijpen we. Ja, en door dat gedeelte herken je jezelf niet meer. Dus allemaal in 1 pot gedaan, wist ik niet hoe, waar en waarom. En toch is er hulp gekomen vanuit onverwachte hoek. Nou ja, ik dank de Schepper daarvoor, omdat ik altijd goed heb geleefd met anderen. Dus hij heeft mij niet ontzien, hij heeft mij beloond met wat ik voor anderen heb gedaan. In mijn goede tijden, om het zo te zeggen. Wat ik hiervan kan zeggen, is dat je niet weet wie allemaal zich rondom jou heen hebt. Maar door je ziektebeeld, dan herken je je echte vrienden. En ik heb een zoon gevonden in Vismalen. En meneer Kensenhuis. Okay. Ja. En heeft u zelf kinderen, pak je mee? Ik heb 1 zoon, maar het contact is, laat me het zo eerlijkheidshalve zeggen, is een beetje zoek. We hebben geen contact met elkaar. Maar ik kan me nog herinneren, hij is 1 keer in het hospitaal gekomen om me te zien. Zeg, oh, mijn padet. Maar dan heb ik hem niet meer gezien, want hij heeft een hosselend leven. Okay. Dus ik neem hem ook niet kwalijk. Ja, ja. Als u de gemeenschap kunt vertellen, voor degenen die dat niet weten, wie is Pakime? Nou, ik ben geboren en genaamd Ronaldo Eugène Gemert. Mm-hmm. Ik heb daar gewoon in het ouderlijke huis, die later bouwvallig is geworden. Dus daar aan de Bolletriestraat, daar heeft die ouderlijke woning gestaan? Ja, waar het nieuwe huis staat, ja, ja. Gebouwd. Daar heb ik het huis laten afbreken, want het zou instorten.
Dan heb ik met een klein beetje materiaal kunnen bewerkstelligen dat ik een klein kamertje heb om later wat te doen. Ja, ja. En die later kwam er maar niet. Mm-hmm. Ik erkende mezelf niet meer. Al spreekt mijn zoon zelf tot mij. Ja, hij heeft tot me gesproken, maar ik kan je later niet zeggen wie hij is. Dat was het geval bij mij. Ja. We begrijpen dat u vooral ook bekend bent door muziek. Jawel, ik ben in de beginjaren, laat me het zeggen, 1971. Ja, 71 heb ik me aangesloten bij Orchestra Real Suriname. Mm-hmm. Daar heb ik ongeveer 2 jaar gespeeld. Maar vanwege de shift van de Suralco heb ik dan bedankt. Maar ik heb bij de Suralco gewerkt in later jaren. En toen kwam er 1 krimping en ik valde in die ene groep, okay. Eerste groep. Mm-hmm. En dan ben ik terechtgekomen in Kawina Band Limbo. En daar heb ik gespeeld ongeveer zo'n 32 jaar lang als voorzanger. En daarna heb ik gezien van, ik word een tikje ouder, laat dat ding nu voor jongeren. Maar na 2 jaren is er iemand anders mij benaderd van, koyep mino, ik wilde niet. Maar iemand zei me, we proberen. En toen heb ik me aangesloten. En ik zag dat dat ook geen fiducie biedt. Ben ik eruit gestapt. Zegt u, Pakimi, dat u in de steek gelaten bent geworden? Nou, als ik in de steek was gelaten, zou ik hier nu niet zitten. Ja. Je hebt mij... Ik bedoel, u hebt in de muziekwereld gezeten. U hebt heel wat vrienden gekend. Zegt u dat zij, wanneer u ze het hardst nodig hadden, u ze hebben laten vallen? Ik zou het niet precies zeggen, maar ik heb mensen in de muziekwereld die gewoon nog steeds achter me zitten, okay, om een groep te vormen. Maar ik zeg nee hoor. Ik word 70, oktober 25 aanstaande. Dus ik hou het voor gezien. Ik zal wel de studio induiken voor die mensen die iets nieuws van mij verlangen. Om hun een beetje te troosten. Mm-hmm. Ga ik een nieuwe CD maken. Precies niet, weet ik niet of het november of december wordt, maar hoe beter het lichaam wordt, des te sterker je voelt om bepaalde dingen aan te pakken. Ja, ja. En muziek is één van ze dat je sowieso wil aanpakken. Wat nog meer? Nou, eerlijkheidshalve, vanaf mijn geboorte is muziek mijn enige favoriet levensstijl. Want ik heb me laten vertellen, wanneer een kind is geboren, dan heb je een soort ID-feest. En ik werd met Kawina muziek naar buiten gebracht voor een klein feestje. Dus toen ik ben beland in Kawina Band Limbo, heeft het mij niet verwonderd. Zeg, je bent ervoor geboren, ga maar door. En het is voor mij wel een succes geweest, maar dan krijg je snel felle tegenstanders. En dat is mij gebeurd. Ja. Pakimi, wat zegt u aan mensen die ook in moeilijke omstandigheden zijn? Nou, verlies het vertrouwen in de schepper niet. Want als je hem vasthoudt, zal je niets verliezen. Want in mijn leven heb ik dat ook altijd gedaan. Ik heb mensen geholpen dat ik niet eens aan mezelf denk. Mijn hele leven. Maar zij die het muziekpad hebben gekozen, wil ik adviseren. Als je nog steeds jezelf voorvoelt om muziek te produceren, ga ervoor. Maar weet één ding,
Houd je schepper in je hart. Laat hij in je zijn. Dan zal je de successen nooit missen. Wat zegt u aan de heer Vismalen, Louis Vismalen, en aan de directie van het Kensenhuis? Nou, hartelijk dank uit het diepst van mijn hart. Wat ik kan zeggen, dit is het werk van God, de Vader. En de gemeenschap? En aan de gemeenschap, zij die graag naar Kimmissen stem wil luisteren, houd goede moed. Met mijn betere gezondheid komt er een nieuwe CD uit, dat je mijn stem weer kan horen. Helemaal goed. Pak je mee, dank u wel en het allerbeste. Ja, u ook bedankt voor uw komst naar mij toe. En God zegene jullie allemaal. In de periode van 12 tot en met 14 oktober wordt de workshop Trade Union Workshop on Enabling Environment for Sustainable Enterprises in Suriname gehouden. En wat dit allemaal precies inhoudt, daarover praten we met mevrouw Ione Gorison, geen onbekende. Zij is de PR voor wat deze workshop aangaat. Mevrouw Gorison, Ione Gorison. Als we praten over Trade Union Workshop on Enabling Environment for Sustainable Enterprises in Suriname mondvol. Maar waarop komt het precies neer? Het komt erop neer dus dat we ernaar moeten gaan werken. Dus dat de bedrijven in Suriname eigenlijk een zodanige situatie gecreëerd wordt. Dus dat het prettig is voor de werknemers en dat het aan alle randvoorwaarden voldoet. Dat eigenlijk niet zowel voor de werkgever als de werknemer een gezonde situatie is op de werkplaats. Wie zijn de participanten? De participanten zijn leden van Rafaxuur en maar ook andere bonden dus die niet aan Rafaxuur, die bij Rafaxuur aangesloten zijn. Ja, wie organiseert de workshop? De workshop wordt georganiseerd door Rafaxuur met de ILO samen. Ja. En door wie worden er allemaal presentaties gehouden? Presentaties worden gehouden door mensen van Suriname, van Rafaxuur, van Cifus Rafaxuur, maar ook van ILO zelf. Ja. Betekent dit dat jullie vertegenwoordigers van ILO uit het buitenland hier hebben? In die zin dus dat die alleen de presentaties verzorgen, meneer Sargent en die andere meneer heeft een moeilijke naam, hoor, een Afrikaanse naam, een Nadi, of neemt u me niet kwalijk, maar het is een moeilijke naam. Maar het zijn twee mensen uit het buitenland van ILO, vertegenwoordigers, dus die hier in Suriname zijn, speciaal voor de presentaties, voor deze workshop en de presentaties te doen. En aan het eind van de workshop, wat hoopt u dat de participanten, welke tools hebben ze dan aangereikt gekregen? In elk geval kunnen ze dan erop gaan letten dus dat de werkplekken een zodanige environment hebben. Dus dat dus die tools zal ze dan gehandreikt worden bij deze workshop. Het zaken waarop ze kunnen letten, waaraan zo een bedrijf moet voldoen. En dat ligt niet alleen maar aan het bedrijf, hoor, want de overheid zelf moet ook gaan werken aan die environment. Mm-hmm. Dus het is een zaak van overheid, werkgever en werknemers. Die drie partners moeten samen gaan werken aan het creëren van een sustainable environment. Ja, en hoe vaak worden dergelijke workshops georganiseerd? Het is eigenlijk een deel van een heel programma, een IES-programma. En dit is een onderdeel daarvan. Het is een programma dat zelf is opgesteld door de vakbeweging en het bedrijfsleven. En deze workshop is eigenlijk een onderdeel daarvan. Oké, en kent het een eind? Ja, het is een programma. Dat programma loopt tot 2016. Mm-hmm. En er zijn een aantal punten daarin opgenomen waaraan we willen werken samen met het bedrijfsleven. En dit is een van die punten, die zaken. Ja. Dit is eigenlijk speciaal. Het bedrijfsleven had ook een IES-workshop in maart. En wij hebben nu van ons in oktober, werknemers hebben het nu in oktober in. En er zijn nog meer zaken op schema die we dan moeten afgerond hebben in 2016. Komen niet. Zoals? Klaar.
Neemt u me niet kwalijk, maar ik ken ze niet zo uit het hoofd. Maar als we merken, want er is een speciale commissie, dus er moet toezien dus dat al die projecten die we gepland hebben, eigenlijk worden uitgevoerd. Als dat niet het geval is, zal bij tijds ILO worden meegedeeld, zodat we misschien nog ruimte krijgen of dat ze ons nog verder helpen, enkele maanden daarna of tot een jaar, ik weet niet hoe lang, zodat we de zaken dus kunnen afronden. En als het programma helemaal af is, wie heeft er baat bij? Nou, de hele Surinaamse samenleving. In welke vorm? Dus dat we eigenlijk, net als wat ik zeg, het is een enabling and fire, sustainable, enabling environment for sustainable enterprises. En als je dan dat hebt, goede bedrijfsleven, dan heb je minder problemen als, hopen we, dat je minder problemen zal hebben van de kant van de overheid, de kant van de werknemer. En dat we dan allemaal samen prettig zullen werken aan een betere, gezonde Surinaamse samenleving waarin iedereen gelukkig is en prettig werkt. Ja. Welke rol is er dan voor de overheid in deze weggelegd? Zij moeten bijvoorbeeld werken aan bepaalde wetten, wetgeving en tekenen, ratificeren van verdragen, ILO-verdragen. En zij moeten ook samen met de werknemer en werkgever gaan we samenwerken om dan ook te kijken dus dat zowel de werkgever zich aan haar deel houdt en de werknemer zich ook aan haar deel houdt. En voor dat stukje wetgeving, waar staat Suriname ervoor? We hebben al 5 aantal wetten onder maar niet de ministerie van morgen bekennen, maar dat hij een 7 aantal wetten heeft gepresenteerd, afgeeft en dan heeft voorgelegd voor de Nationale Assemblee. En we moeten dan kijken, dus dan moeten die dan worden goedgekeurd. Oké, okay. Ja. En dan aangenomen worden. Aangenomen worden, ja. Nee. Helemaal duidelijk voor dit moment, mevrouw Horizon. Dank u wel. Dank u wel. Erwin B., veroorzaker van de dodelijke aanrijding aan de Anton Drachtenweg zaterdagnacht, is zondag door de politie in verzekering gesteld. De 17-jarige Shifaro Sorocario heeft het leven gelaten bij deze aanrijding aan de Anton Drachtenweg. Het slachtoffer was mede inzittende in het voertuig dat bestuurd werd door Damien K. Uit het voorlopige onderzoek is komen vast te staan dat de bestuurder Erwin B. reed over de Anton Drachtenweg. Hij kwam vanuit de richting van Leonsberg en ging naar de richting van het centrum. Damien K. reed vanuit de tegenovergestelde rijrichting. Erwin, die vermoedelijk met hoge snelheid moet hebben gereden, is op een gegeven moment op de rijhelft van Damien terechtgekomen, met als gevolg de frontale botsing. Er zijn geen rem- of schuifsporen aangetroffen, wat ook het vermoeden geeft dat de voertuigen met een volle slag tegen elkaar zijn opgereden. De brandweer moest eraan te pas komen om slachtoffers uit de voertuigen te bevrijden. Per ontboden ambulances werden 6 slachtoffers afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Erwin gaf toe alcohol te hebben gedronken. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Hij wenste verder geen verklaring af te leggen bij zijn voorgeleiding. Hij is na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie hangende het verder onderzoek in verzekering gesteld. Shifaro Sorocario is de 39ste verkeersdode voor dit jaar. Het onderzoek in deze zaak duurt voort. President Desi Delano Bouterse viert morgen, 13 oktober, zijn 70ste geboortedag. En in dat kader heeft de Stichting Smart gemeend om een expositie te houden over de president himself. En de naam is Sosolobi. En de expositie die wordt gehouden in de hal aan de Grote Combiweg. We staan er met Evelien Gravenstein en zij is dan de expo-coördinator. Mevrouw Gravenstein, ja. Goedendag. Hoe gaat het met u? Prima. Ja. Sosolobi, wat kunt u ons vertellen?
Zo, sociolobby is een nationale spreuk van de president van de Republiek Suriname. Dus ter ere van de 70ste verjaardag van de president heeft de Stichting Smart gemeend om het dus in dat kader, deze expo, dus te organiseren. Dus net als wat ik al zei, is een nationale spreuk. Dus we hebben 20 kunstenaars kunnen benaderen om mee te doen met deze expo. En hebben allemaal geprobeerd om zich binnen het thema te houden. Vele van ze hebben portretten gemaakt van de president. Maar weer anderen hebben die sociolobby op een andere creatieve wijze naar buiten gebracht, zeg maar. Kijk, als u beeld, er zijn ook beeldhoudwerk. En dan hebben ze dus misschien een man en een vrouw gezet die zich om zichzelf omarmen. Dus ze hebben dus op verschillende manieren geprobeerd om dus invulling te geven aan het thema die we hebben gekozen. Helemaal. En wat staat er achter u? Zoals? De werken die we nu achter u zien, wat kunt u hierover vertellen? Oh, de werken hier die u ziet is een privécollectie van de president van de Republiek Suriname. Dus deze werkjes heeft hij gekregen gedurende... Zijn ambt als president? Ja, heeft hij dus verschillende cadeaus van mensen gekregen. En dit is slechts een deel. Dus hij wilde het ook graag weer met het volk delen. Ja, ja. En dat heeft hij ter beschikking gesteld aan jullie? Ja, ter beschikking gesteld aan ons. Dus na de expo moet het dan weer zo goed als nieuw weer terug bezorgen. Wat is toch wel het belangrijkste doel van deze expositie? Wat proberen jullie hiermee toch te beogen? Oké. We hebben ook er is ook een scholenproject aan verbonden. Dus we willen ietsje meer met deze expo bereiken. Het thema zegt het al, sociolobby. Dus we willen de kinderen ook op een zo jonge leeftijd, willen we ze dus ook meer liefde voor hun land aanleren. En ook dat ze ook veel meer te weten komen over hun president. Want als ze zoiets meemaken met schetsjes van de president, portretten, brengt het je ietsje dichter bij diegene. Dus we willen dus daarmee willen we dus het zoeken we dus ietsje meer achter dit alles. Maar daarom wordt er morgen op de verjaardag van de president zelfs, wordt er ook een tekenwedstrijd gehouden. Okay. En dat, daarbij doen er kinderen mee in de leeftijdsklasse 8 tot en met 15 jaar. En dan gaan ze portretten schetsen van de president. Okay. En dat is ook een manier om dus, weet u, dus we hebben het geprobeerd om zoveel mogelijk, want liefde, dat we alles met liefde kunnen. En als je de kinderen zo jongs af aan leert, dan moet het goed komen. Helemaal. Wat kunt u ons vertellen over de Stichting Smart? En wat betekent de persoon, deze Delano Bouterse, voor de Stichting Smart? Zo, de Stichting Smart is al vanaf 2004 zijn ze actief met het geven van beeldende vorm, kunst, cultuur. Ze geven verschillende workshops, verschillende activiteiten, expos op het gebied van cultuur, kunst enzovoort. En de president, de Desiree Delano Bouterse, dat betekent heel veel voor ons, want hij is onze leider. Hij is momenteel een staatshoofd en 70 jaar is een respectabele leeftijd voor een staatshoofd. Dus wij dachten van, we kunnen het niet zo voorbij laten. Ja, we begrijpen dat een belangrijk streven van de Stichting Smart is om ook een monument voor de president te maken. Krijgt dat al gestalte? Zo, we zijn al bezig zeg maar om te kijken. Het is zeg maar een project hierom. Dus we zijn nog bezig met het idee om het neer te pennen, maar echt officiële stappen daaraan toe. Want we willen een commissie oprichten. Dus dat is nog niet echt in zicht. Maar het idee is er al. Dus we proberen het en we willen het zeker uitvoeren. Waarom vindt de Stichting Smart dat de president Desiree Delano Bouterse een monument verdient? Zo, tijdens de opening was het ook aangehaald. De voorzitter had het ook aangehaald. Deze staatshoofd heeft zeker de helft van zijn leven
aan dit land gegeven, geschonken, zeg maar. Hij is al, de periode van de 80 was hij 35 en nu is hij al 70. Dus hij heeft echt de helft van zijn leven in het land geschonken. Kijk hoe lang hij al bezig is met dit land. Dus hij verdient eigenlijk toch wel voor ons toch wel zoiets. Ja, dat wanneer duurt de expositie en wat zijn de openingstijden? De expositie duurt tot en met donderdag 15 oktober. De openingstijden zijn iedere dag van 8 tot 1. Dan hebben we meer scholen. Dus al deze dagen zijn er gereserveerd voor verschillende scholen. Vandaag hadden we ook 2 scholen hier. De Louise School, Sint-Elisabeth School. En de komende dagen hebben we dus meer scholen. En in de middaguren zijn we ook open van 6 tot 10. Gelet op het feit dat de president toch wel jarig is. Wat wilt u hem van hieruit zeggen? Zo, van hieruit... ik wens hem verder met dus zo'n, het is een respectabele leeftijd. En ik wens hem veel meer wijsheid, kracht, gezondheid. Zodat hij veel meer wijsheid in zich, zodat hij de juiste, besluiten kan nemen. En zodat in alleen maar... iedereen, land en volk, ten goede zal komen. Heel mooi gezegd, mevrouw Evelien Gravenstein. Dank u wel. Heel veel succes. Zeker, dank u. Acht mannen zijn vanochtend tegen 3 uur aangehouden door leden van de afdeling Surveillance Wanica. De verdachten werden klemgereden door de politie nadat ze op de vlucht sloegen bij een mislukte beroving. Volgens de politie braken de verdachten in bij een adres in Leiding Tina. De bewaker merkte op dat de lichten plotseling uitgingen. Hij kreeg argwaan en stelde zijn werkgever op de hoogte. De werkgever alarmeerde de politie. Toen de verdachten doorhadden dat de politie was gealarmeerd, sloegen ze op de vlucht. De politie van leiding 9A en de leden van Surveillance Wanica zetten een achtervolging in en konden het voertuig klem rijden. Bij de aanhouding zijn 2 vuistvuurwapens, tie-wrap, maskers en inbraakwerktuigen bij de verdachten aangetroffen. 3 weken geleden is dezelfde bewaker door een viertal mishandeld en gekneveld. De verdachten hadden in een pand ingebroken, maar hadden niets kunnen meenemen omdat het alarmsysteem in werking trad en de manschappen van het bewakingsbedrijf snel ter plaatse waren. Het is nog onduidelijk of het om dezelfde verdachten gaat. De politie van leiding 9A heeft de zaak in verder onderzoek. Een paar dingetjes. We hebben inderdaad net met het parlement gesproken over de SDGs. En een vraag die naar voren kwam, en ik denk dat dat ook belangrijk is voor jullie om te weten, is dat zij zeiden in feite van dat wij de SDGs ook eigenlijk bekend zouden moeten maken bij een groter publiek. En dat eigenlijk, ja, alle Surinamers zouden er vanaf moeten weten. En daar kunnen jullie dus een hele belangrijke rol in spelen. Dus daarom is het gewoon heel goed dat we nu met jullie kunnen praten. En een tweede punt is denk ik van belang, is dat we kunnen natuurlijk niet in 1 sessie alles zeggen over SDGs. Dus wij beschouwen dit ook als een begin van een partnership. En we kunnen het vaker organiseren. En ook als jullie specifieke vragen hebben, dan kunnen jullie altijd naar ons toekomen om vragen te stellen over bepaalde SDGs of in het algemeen. We kunnen altijd wel weer iets regelen. Dat waren de 2 dingen die ik even wil zeggen. Understood? A little. I just mentioned about the Sustainable Development Goals. Let's, as Alex was just mentioning, they're just 1 week old. They were recently approved on 25th of September. They were adopted by the heads of state of and government
of 193 countries, including, of course, Suriname as well, in New York. And then they represent a new era in terms of what, in terms of the scope, in terms of what governments, in terms of what we understand development needs to be. And by we, I mean not the UN, I mean us as citizens. And I'll try to elaborate on that. The first agenda that we had, and I hope you're familiar with, were in terms of having an actual global agenda for development, were the MDGs. And these were 8 goals, and which, to a large extent, changed the development landscape out in the world. Gender equality, poverty eradication, food security, health, education, taking care of the planet. But if you look at the issues that are touched upon there, not only include looking at ecosystems, biodiversity, also having a well-thought, sustainable consumption and production patterns. So it's touching upon all the different issues. It touches upon the issues, the fact that we need a peaceful and just society as well, where there is transparency, where there is access to justice. It touches upon prosperity. We need economic growth, but we need an economic growth that reaches everyone. And we need an economic growth that fights inequalities, both within countries and between countries. We need to think about De politie van het resort Houtuin kreeg op 11 oktober bericht via de centrale meldkamer dat er sprake was van een burengeschil aan de Siwnaatweg. Op het adres aangekomen begaf een man zich naar de politie en verklaarde dat hij bezig was zijn terrein schoon te maken toen hij plotseling een hard voorwerp op zijn rug voelde. Zijn buurman Glenn P. bekogelde hem met stenen. Ook schold hij hem uit en dreigde hem te zullen doden. Toen de politie Glenn P. wilde aanspreken, kwam hij naar buiten en begon tegen de wetsdienaren te schelden en hen met stenen te bekogelen. Glenn bedreigde ook de politiemannen te zullen doden. Het politievoertuig liep door de bekogeling schade op. De verdachte verzette zich hevig bij de aanhouding. Hij is in verzekering gesteld. Het is niet de eerste keer dat de politie van Houtuin moet uitrijden naar het adres waar Glenn P. zijn buren het leven zuur maakt. De politie heeft elke keer opgetreden. Het geval is vaker gerapporteerd aan het Openbaar Ministerie.